avond allemaal. Nou, we gaan weer verder met de kaart. Nou, ik ben zover dat ik deze al af heb en de dingetjes al gestanst heb wat we moeten doen. Ik hoef nu alleen maar nog een klein beetje wat anders te doen. Nou, we gaan de achtergrond even doen. Ik heb hier een vierkant, die heb ik op maat gesneden. En dan gaan we de achtergrond mee maken. Ik heb de achtergrond ook al al uitgestanst, die weer hier bovenop komt. Dus we gaan er even lekker tegenaan. Dan is deze zo klaar. Zo. Deze is mooi roze. Die gaan we even opbergen. Gaan we hem even loshalen. Ik spuit deze matje, die plakt niet meer van zichzelf. Ik spuit daar tegenwoordig de lijmspray van Action op. En dat werkt ook perfect. Nou, dan gaan we even deze doen. Gaan we er even omheen. Moet even geplakt worden. Even kijken. Een schaartje. Zo. Ik zit alleen nog even te twijfelen. Moet ik hier nog een bloemetje op plakken bij die pudding of niet? Maar dat zie ik straks wel als ik hem klaar heb. Zo. Deze is klaar. Nou, doen we deze ook maar even met die smalle tape. Dan is die smalle tape bijna op. Maakt niet zoveel uit. Ik smal of brede tape gebruik voor dit. Zo, we hebben die gedaan. Hier gaan we wel een brede op plakken. De brede tape. Even kijken, hier is het begin. Daar doen we het wel op. Nou, nog een stukje. Dan pak ik de smalle tape weer. Zo. Ik heb hier die achtergrond die we gedaan hebben. Gaan we ook eventjes met smalle tape opplakken.
het kan niet anders, het moet. Zo. Dan gaan we deze loshalen, de achtergrond, de, aan de achterkant de beschermlaag. Zo. Even kijken waar ik mijn lijm heb. Die heb ik hier nog niet liggen. Die zit hier nog in. Ik kan niet alles op tafel zetten, dus ik heb het bij de hand. Zo. 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 Pakken we de kaart. Ja, en dan leggen we deze heel voorzichtig erop. Dat hij er wel op past. Past er net op. Dan pakken we deze. Dan doen we het ook precies hetzelfde. De achterkantje eraf halen. Heel voorzichtig. Zo, en dan gaan we ook weer met lijm doen. Even kijken wat de onderkant is. Even kijken wat. Ja, dit is goed zo. Dit is de. Ja, zo. Die leggen we even opzij. Dan pakken we deze. Gaan we ook precies hetzelfde doen wat we net deden. Dat gaat niet goed. Zo, nu wel. Alle vier de kantjes gedaan. Trok een beetje te hard. Zo. Dat heb ik gedaan. Dan ga ik hem erop plakken. En ook deze. Oh, voorzichtig. Zo, en dan gaan we hem erop plakken. Zo. Nou, nog even de tekststempel erop plakken. Even kijken waar die op kan.
Hier is mijn blokje. En hier is mijn tekst. Hippiepoera. Felicitaat naar zijn pudding. Vandaag is het feest. Die gaan we erop plakken. Pakken we de inkt. Leg het opzij. Ik heb hier nog een kladje. Waar we nog wat op kunnen doen, denk ik. En dit is niet die wat ik zoek. Oké, even een andere pakken. Maar die ligt hier. Nee, dat is hem niet. Even kijken, laat maar. Hier nog een witte tussen. Nee, dat is een gele. Nou, doe ik een gele. Dat kan ook. Nou, hij mag wel even wat dikker erop hoor. Hier nog een strookje, zie ik. Ja, kijk eens. Zo. Even mijn... Oh, dat is de pincet. Maar waar is mijn pincet, schatje? Die zet ik ook hierin. Mijn pincet, schatje. Want dan kan ik even beter bij knippen. Zo, even de inkt dicht. Oh kijk, ik had hem hier nog in een paar strookjes, kleine strookjes, waar heb ik die gelaten? Kleine strookjes in het breuk, die heb ik opzij gelegd, maar ik weet even niet waar. Oh hier. Potlood. Als het lukt wat ik wil. Even omheen knippen. Bovenkant hoeft niet. Even uitgummen. Mijn
een gummetje pakken. Even folie eraf halen. Doe ik even met dubbelzijdig tape erop. Even drie strookjes. Zo. Gaan we die ook loshalen. Zo. Zo. Die plakken we hierop. Ik doe hier nou even niks op, want ik weet dat die past. Nou, ik kan het beter wel doen. Beetje tape erop, dan kan ik het toch nog bewegen. Nou is hij klaar. Dek dopje erop, anders droogt hij weer uit. Foompjes pakken. Daar haal ik ook de beschermlaagje er vanaf. Als die wil. Zo, dan nog drie. Zo, die is klaar. Die plakken we op. Morgen ga ik nog een bloemetje maken. Maar dit is tot nu toe het geworden. Nog even één stempel moet ik even doen. Oh ja, trouwens, dat bruine papier, dat karton wat ik hier heb, heb ik bij de Action gekocht. Ze hadden nou weer een nieuwe blok bij de Action met papier. Wel heel stevig karton. En hij is groter dan een A4 formaat. Want hij past niet onder mijn snijmachine. Maar dit is hem, wordt hem dan. Dan ga ik alleen nog morgen een bloemetje hier, denk ik, nog even doen. Dan is die klaar. Nou, bedankt voor het kijken. En tot morgen.